deze studiedag, naar aanleiding van het 45-jarige bestaan van de Unie Vrijzinnige Verenigingen, staat in het teken van jullie. Leerkrachten staan onder druk en zeker ook de leerkrachten NCZ. Het thema levensbeschouwelijke vakken op school is volop actueel. En het vak niet-confessionele zedeleer staat op de helling. Het is dus tijd dat het debat grondig gevoerd wordt. Het probleem ligt voor HVV niet in de levensbeschouwelijke vakken, maar in de opsplitsing in onderwijsnetten. Die opsplitsing is anno 2016 niet meer verdedigbaar en zeker niet voor vrijzinnigen. Ze kost onnodig veel geld, impliceert een massale geldtransfer naar organisaties en VZW's die tot doel hebben jongeren te indoctrineren met een specifieke religie. Ze is totaal inefficiënt, belet het investeren in de kwaliteit van het onderwijs en in leerkrachten en is tenslotte een regelrechte aanfluiting van de scheiding van kerk en staat. Op dit moment is het zo dat niet-confessioneel zedeleer voor veel leerlingen de eerste kennismaking is met zoiets als ik kan dus eigenlijk ook over mijn leven nadenken en ik kan ook waarde hebben en ik kan ook dingen belangrijk vinden en met andere mensen bezig zijn vanuit een ongodsdienstig standpunt, vanuit een niet-confessioneel standpunt. Het engagement van niet-confessionele zedeleer vandaag, dat is dat we in deze wereld toch meer en meer te maken krijgen met opkomst van godsdiensten en dat we hier in de zeer specifieke situatie zitten dat er een ruimte is, een levensbeschouwelijke ruimte is voor de niet-confessionele, wat zoveel wil zeggen als de ongelovigen. Die ongelovigen die gaan het niet hebben enkel van ik geloof in niks, maar die hebben dus wel hun eigen waarde. Die kunnen zonder God komen tot zingeving en tot moraal. En als we dat een beetje samenvatten, dan heeft dat voornamelijk te maken met humanisme. De waardigheid van elke mens, universeel dus, voor iedereen, heeft te maken met autonomie. Mensen zijn volwassen genoeg om zelf te denken. En dat is wat de leraar ook probeert teweeg te brengen. Dat die leerlingen zelf leren denken, kritisch, zich kunnen verantwoorden in dat denken en niet zomaar zich beperken tot de eigen mening of de eigen willekeur. Het vak NCZ is heel eenvoudig. Het is het mooiste vak, het is het moeilijkste vak, het is het maatschappelijk meest relevante vak. Dus daar zijn we het allemaal over eens. Komma, maar er is dringend nood aan een facelift. En dat is uw adagio. Uw adagio is namelijk jonge mensen van lage leeftijden tot hogere leeftijden, eigenlijk leren functioneren in die multiculturele maatschappij. Straks stapt u hier buiten, straks komt u in uw eigen stad terug. En zult u daar met die twee voeten in dus die multiculturele samenleving staan?